Het Cosmogolen-project is een project dat gaat over mensenrechten. Het is een mens die de balans zoekt tussen natuur en cultuur. Voor mij is het bijna logisch dat Natuurpunt de vraag gesteld heeft om een Cosmogolen in te zetten voor onze natuur. De Cosmogolen zal gevuld worden met boodschappen van mensen die vragen stellen over onze samenleving en waar het naartoe gaat. De Cosmogolen zal gemaakt worden door de mensen van Natuurpunt zelf. Hij zal gevuld worden met al die wensen die mensen hebben om onze natuur te kunnen redden. Het hele beeld gaat naar het parlement gaan en spreken tot minister Schouwbrugge. Het is een beeld gemaakt van duurzaam hout met duurzame boodschappen voor een duurzame samenleving.